aanleiding dat ik eigenlijk was begonnen met sporten was omdat ik toen de tijd gepest werd. Ik was toen de tijd best wel dun, waardoor mensen best wel makkelijk over me heen konden lopen. Doordat ik al die problemen heb meegemaakt, ben ik wat sneller volwassen geworden. Ik hou er toch wel van om mezelf te challengen. Die challenge heb ik geregeld met calisthenics. Calisthenics is eigenlijk een vorm van trainen waarbij je eigen lichaamsgewicht als weerstand gebruikt. Vanaf mijn 15e begon ik eigenlijk met de huur betalen. En ik moest dus elke maand gewoon geld pinnen. 300-400 euro in je hand. En dan moet je gewoon beseffen dat het niet voor jou is. Terwijl je daar echt heel hard voor gewerkt hebt natuurlijk. Dus dat deed wel gewoon maandelijks pijn. Mijn ouders het financieel gewoon best lastig hadden. En ze waren niet per se de enige. Als je financiële problemen zit, dan kan je of de uitweg kiezen dat je de drugs of iets dergelijks ingaat om geld te verdienen. En om je ouders te helpen. Of de optie die ik dan uiteindelijk heb gekozen, gewoon de supermarkt ingaan en daar gewoon hard werken. Op die manier kwam dus wel die mentaliteit van, ja, ik moet gewoon doorgaan. Het is gewoon noodzaak. Eigenlijk ging het al een tijdje redelijk slecht thuis. En op een gegeven moment bereikte dat een toppunt. Waardoor ik dus in de nacht besloot om gewoon mijn spullen te pakken en er vandoor te gaan. Toen was ik dus naar een vriend van mij gegaan, Michael, die ik dus ook heb leren kennen door calisthenics. Vervolgens ben ik eigenlijk 2 maanden bij hem gaan verblijven. Eigenlijk vanaf het moment dat ik uit huis ging, was het eigenlijk gewoon chaos in mijn hoofd. Ja, je hebt gewoon zoveel dingen waar je aan moet denken. Ja, wat ga ik nu doen? Ik heb letterlijk niks, zeg maar. Naar wie ga ik toe? Hoe lang blijf ik daar? Ja, wat zijn mijn volgende stappen? Ik heb ook gewoon school, tentamens. Dus ik moet ook nog studeren. Hoe ga ik dat doen? Dus het was gewoon een en al chaos, zeg maar. En eigenlijk deed ik een beetje alsof het leven gewoon doorging zoals het normaal was, zeg maar. Maar dat was het uiteindelijk niet. Hakka! Dat is het dan, broer. Goed, man. Ciao. Ben je nog steeds bezig? Nee. Ja, want het is niet heel gemakkelijk ofzo. Als je nog nooit calisthenics hebt gedaan, het lijkt, het is een hele uitdaging eigenlijk. Het wordt pas makkelijker als je er eenmaal in rolt. Als je al een aantal pull-ups kan. En dit trok me ook gewoon aan. Niet omdat het een bepaalde look heeft. Het is gewoon, ik ben gewoon met jezelf bezig eigenlijk. En dan heb je nog al je broeders om je heen. Calisthenics brengt gewoon mensen bij elkaar. En ook gewoon met mensen die hetzelfde als jou denken, voelen, begrijpen, leven. Het is gewoon een broederschap. Uiteindelijk is de straat en dit gedeelte, zeg maar, het makkelijkste om op terug te vallen, omdat het toch niks kost. Hier is er veel meer liefde of zo. Maar dat komt omdat iedereen ook hier op een missie is. Weet? Iedereen wil die nieuwe pull-up of die nieuwe muscle-up. Het is een beetje competitie, maar het is gezonde competitie. Het is gewoon veel vrijer, je weet toch? Stel je ziet iets op YouTube, je denkt van dat wil ik ook kunnen. Dan ga je oefenen tot je het kan. Gym is meer van, je weet toch, je hebt 30 deze kant, 30 deze kant. Dus je loopt 2 maanden 40 deze kant, 40 deze kant. En op een gegeven moment ben je wel uitgekeken. Ik zie dat niet echt als uitdaging. Ja, klopt, hè. Ja, uiteindelijk het ding wat calisthenics ook biedt voor mij, tenminste, is een uitlaatklep. Als ik dan even getraind heb, dan is het ook weer van, oké, het is er nu een beetje uit. Nu kan ik weer helder nadenken. Wat moet er nou allemaal echt gedaan worden? Hoe ga ik dat doen? Dan is er wat meer orde in mijn hoofd, zeg maar.
omdat het toch best wel stroef ging in mijn leven, zeg maar. Ja, als je vaker huilend in bed ligt, je blijft maar negatief denken. Ja, dan blijf je ook gewoon in die loop. En toen was ik dus gaan nadenken over welke uitweg ik dan wilde nemen. Op een gegeven moment is dan geloof op mijn pad gekomen, gelukkig. Ik ben niet heel erg opgegroeid met geloof eigenlijk. Maar ik ging me gewoon meer verdiepen in geloof, omdat ik dacht van, is dit het nou echt, zeg maar. Islam is vooral het ding waar ik op kan terugvallen als het aan de ene kant slecht gaat en aan de andere kant ook weer goed gaat. Als het slecht gaat, hoef ik geen negatieve gedachten meer te hebben, want ik weet dat zeg maar, op een dag dat alles gerechtvaardigd wordt. En als het goed gaat, dan weet ik ook van, hé, hey, weet je, ik word beloond voor de periode dat ik het weer slecht had. Ben ik dus ook begonnen met bidden. Daarin voel ik toch een soort van die connectie met God. En als je de Koran daar dan bij betrekt, waarin bijvoorbeeld staat dat God de moeilijkste strijd aan zijn sterkste soldaten geeft. Dus dat niet letterlijk geciteerd. Dat is dan wel de kern van de boodschap. Ja, die combinatie daarvan, dat geeft me toch wel een gevoel van, oké, weet je, dat negatieve kan ik misschien juist beter positief inzien, weet je. Ja, en op die manier heeft dat mij daar toch uitgehaald. Het negatieve is eigenlijk misschien wel iets positiefs, weet je. En op die manier ben ik, ben ik wat sterker in mijn schoenen gaan staan. Ja, toch, misschien zeg ik het al vaak, misschien helemaal niet. Maar die dedicatie, die ambitie, drive en zo, bro, dat is niet voor Jan en alle man, weet je wel. Ik zeg, je laat wel lijken alsof het makkelijk is, maar dat je dat ook nog samen mixt met yeah, man, school, universitair, werk en nog een vrouw thuis. Dat is niet... Oef. Moet wel. Als jij diezelfde passie er blijft inzetten, jij kan makkelijk het gezicht van calisthenics in Nederland worden. Ja. En als je misschien nog al die andere dingen niet naast deed, makkelijk internationaal. Opgroeien in Rotterdam-Zuid heeft mij sowieso veel opgeleverd. En dat heeft eigenlijk los van alle negatieve aspecten er ook mee te maken dat het echt een hele multiculturele buurt is. Wat betreft gewoon goed met elkaar omgaan, anderen respecteren ongeacht hun achtergrond. En dat kan ik nu ook meenemen naar bijvoorbeeld de huidige baan die ik heb als assistent belastingadviseur. De cultuur waar ik nu een beetje in beland ben is eigenlijk heel erg wit en grijs. En daar kan ik nu ook gewoon redelijk mee omgaan. Dus op die manier ben ik nu ook bij mijn huidige en waarschijnlijk toekomstige banen, kan ik daardoor ook beter met die mensen omgaan. Toen had ik besloten om toch de relatie met mijn vader te verbeteren. En dat kwam meer vanuit geloofsperspectief, omdat ik dacht van weet je, we doen allemaal soort van wel klote dingen. En stel dat je op een gegeven moment voor je schepper staat. Als ik mijn vader niet kan vergeven, hoe gaat mijn schepper mij dan vergeven? Dat is een beetje de gedachtegang die mij uiteindelijk ertoe heeft gezet om toch wel het contact weer op te pakken.